Goedemorgen, weer een bericht uit Israël. Ja, er is hier veel te doen hier nu op dit moment. Over een paar dagen verloopt het groene paspoort voor degenen die zich niet willen laten inenten met de derde booster, zoals ze dat noemen, het derde vaccin. En het schijnt zo te zijn dat ongeveer 6 miljoen mensen zich niet hebben laten vaccineren, überhaupt niet met 1 en 2, of wel de eerste en de tweede gedaan en niet de derde. En Israël maakt geen onderscheid in als je er 2 hebt genomen of als je er helemaal geen hebt genomen. Dus ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat. Er wordt heel veel druk uitgeoefend natuurlijk met dat groene paspoort. Zo van, ja, je moet je nu laten vaccineren, anders raak je je rechten kwijt. En ben je dat groene paspoort kwijt. Dus ik ben benieuwd of mensen gaan zwichten onder de druk. Maar wat nou het meest interessant is, en daardoor doe ik deze live. Gisteren heeft Galia Rahab, dat is een van de dokters die het meest op het nieuws is en in praatprogramma's en die hele tijd zeg maar de vaccins promoot. Gisteren heeft ze voor het eerst, begint ze een beetje voorzichtig te zijn en gaf ze toe tijdens een live uitzending dat de mensen die juist nu ziek zijn, de mensen die het derde vaccin niet hebben genomen omdat het immuunsysteem omlaag gaat en er minder antibodies zijn. En heel frappant, dat zijn juist de mensen die nu ziek zijn. Ik was best wel verbaasd dat ze hiermee naar buiten kwam. Maar waarschijnlijk begint ze zich een beetje op gladde ijs te begeven. En doet ze zo'n mededeling. En wat ik eigenlijk jullie mee wil geven is, ons immuunsysteem is juist het cadeau wat God, onze schepper, ons cadeau heeft gegeven. Ons lichaam is een ingenieus apparaat en ons immuunsysteem weet precies wat hij moet doen om sterk te blijven, gezond te blijven of juist ziek te worden, om juist daarna weer beter te worden. Want ziekte hoort bij ons lichaam, virussen, bacteriën, hoort allemaal in ons huishouding thuis, juist om je immuunsysteem op te krikken. En voor degenen die willen, ik weet niet of iedereen dat weet, maar ik ben leefstijlcoach volgens de Rambam. Dat is een eeuwenoude, eigenlijk bijbelse methode, waarin je dus leert hoe je lichaam en je immuunsysteem juist kan boosten door middel van juiste voeding. Door middel van juiste eetpatronen, door middel van juiste combinaties. Weten wanneer eet ik wel fruit of geen fruit en in welke combinaties, noem maar op. En dit is allemaal op schrift gezet. En meer dan een jaar ben ik al leefstijlcoach volgens deze methode. En heb ik deze Hebreeuwse methode vertaald in het Nederlands. Dus als je wil, ga naar mijn groep Eet Jezelf Slank volgens de Rambam. Ga naar die groep, word daar follower, volg dat en doe mee. Om de week open ik een gratis groep van 3 dagen waarin je kan ervaren wat deze methode met je doet. En dat is eigenlijk wat ik mee wil geven. Je kunt zelf je immuunsysteem versterken, opbouwen en ook weer opnieuw inschakelen. Soms heb ik dames aan de lijn die tegen mij zeggen, ja maar Smadar, ik ben zo zwak en ik heb zo slecht gegeten en heel veel suiker en heel veel zoet. Kan ik eigenlijk nog wel de roer omgooien en ik heb last van deze ziekte en dit en dat en zus en zo. Rabbi Nachman is een van de bekendste rabbijnen die heel bekend staat om zijn levensvreugde. En die zei altijd, als jij denkt dat je iets kan verpesten als mens, dan kun je het ook weer maken. We hebben een soort hoogheidswaanzin in ons waarvan wij denken dat wij de wereld kunnen besturen. En natuurlijk wordt alles vanaf boven bestuurd. Dus ik zou zeggen, voor iedereen die mijn pagina volgt, het begint herfst te worden over een tijdje. Het is heel belangrijk om je immuunsysteem juist te versterken
Voornamelijk als er zoveel mensen om je heen ziek zijn. Dus dat was eventjes in het kort. Ik zal deze week wel wat meer berichten, want er is hier heel veel gaande. Dus veel liefs van mij. En tot de volgende keer. En ga naar mijn pagina Eet Jezelf Slank Volgens de Rambam. Als je meer wil weten over wat die methode je kan geven. Fijne dag.